Dus wij zijn FIMMA Waregem Carmel en we zijn verkozen als gezondste organisatie door onze beweging Bingo. Dat is iets heel kleins. Dat is eindelijk georganiseerd in de corona-periode. En dat was de bedoeling om de mensen toch in beweging te brengen, niet tegenstaande dat we niet samen mochten komen. Als vereniging kun je kleinschalige initiatieven nemen die toch leiden tot gezondheid van de mensen. Bijvoorbeeld gewoon gaan wandelen, zoals we vandaag zullen doen. En het goede daaraan is dat je niet verplicht bent om naar een sportclub te gaan. Dat is heel kleinschalig en laagdrempelig en iedereen kan dat aan. Met de prijs hebben we iets gedaan voor de geestelijke gezondheid. We vinden het ook belangrijk dat mensen samenkomen, dat ze buiten komen. Dus hebben we een namiddag georganiseerd waar dan al onze leden aanwezig kunnen zijn. En met het budget dat we kregen van Stad Waregem hebben we daar iets leuks kunnen doen.